Goedemiddag en welkom bij het programma De Politieke Biografie van de Klassieke Oudheid tot Nu. Mijn naam is Emilia Menkveld, ik ben literair vertaler en onder meer boekrecensent bij de Volkskrant. En ik zal vanmiddag alles in goede banen leiden. Wij zitten hier in de lege zaal van Spui 25 in Amsterdam. Maar gelukkig kunt u thuis gewoon meekijken. En het zal vandaag gaan over het genre van de biografie, naar aanleiding van het boek Macht en Moraal. De eerste volledige Nederlandse vertaling van het nagelaten werk van Cornelius Nepos, een Romein, over wie u straks alles zult horen. Maar ik zal nu eerst de sprekers aankondigen en dat zal ik in één keer doen om het aantal wisselingen op het podium hier te beperken. De sprekers zullen dan telkens de volgende aankondigen. En aan het eind van het programma kom ik bij u terug met een panelgesprek waarin ook vier van de sprekers zullen aanschuiven. Nou, en dan ronden we af rond 6:30 volgens planning. Eerst hoort u zometeen Diederik Burgersdijk. Hij is docent aan de Universiteit Utrecht, gastonderzoeker aan de UvA en een van de drie vertalers van Macht en Moraal. Daarnaast werkt hij aan een boek over de geschiedenis van het gymnasium. Hij zal het vandaag hebben over Nepos en de biografie in de oudheid. Daarna zal een van zijn medevertalers aan het woord komen, Richard Hazen. Hij is docent klassieke talen aan het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. En hij zal ons meer vertellen over het type biografie dat Nepos schreef. Vervolgens komt schrijver, historica en redacteur Maite Karsenberg een column uitspreken. Zij werkt momenteel aan een biografie over vrijdenkster en publiciste Geertruida Kaptein Muysken. Daarna volgt Remier Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA en auteur van de veelgeprezen en bekroonde biografie van de staatsman Thorbecke, en die heet Thorbecke Willett. Hij zal ingaan op het genre van de politieke biografie in deze tijd. Tot slot horen we Jaap Cohen, historicus en schrijver, die cum laude promoveerde op zijn onderzoek naar een Portugees-Joodse familie. En het boek dat daaruit voortkwam heette De onontkoombare afkomst van Eli de Oliveira. Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh. En hij zal ons vertellen over zijn ervaringen met het schrijven van biografie. Maar goed, nu eerst geef ik graag het woord aan Diederik Burgersdijk. Dankjewel, Emilia, voor deze inleiding. Ook dank aan Atheneum Uitgeverij en aan Spui 25 voor het mogelijk maken van deze middag, de avond van de biografie, de politieke biografie. Naar aanleiding inderdaad van het boek dat Richard Hazen en Peter Burgersdijk hier beide aanwezig vertaald hebben, Macht en Moraal. Het was de eerste vertaling sinds 1974. Toen zijn de politieke biografieën van Nepos vertaald door Maréchal. Ik heb het hier bij me. Een iets dunner boekje. De onze is dikker omdat wij alles hebben vertaald, inclusief de fragmenten. En ook is het tweetalig uitgegeven. Ik wil graag iets vertellen over de positie van Nepos in de oudheid en in de overlevering. Er is nogal een opvallend verschil tussen Nepos in de oudheid. Omdat hij in de oudheid hoogelijk werd gewaardeerd als geleerde, als antiquaar, als stylist. Maar ook als degene die de biografie in de klassieke literatuur, in de Latijnse literatuur heeft geïntroduceerd. In de Griekse literatuur bestond hij al, daar zal Richard Hazen straks iets over vertellen. Maar Nepos was de eerste die dat voor Latijnse biografie deed.
Hij was een tijdgenoot van de grote historiograaf Sallustius. Livius kwam één generatie later. En hij leefde ten tijde van de oude Caesar en de jonge Augustus. Met wie hij ook goed omging. Hij kende die goed. En ook andere tijdgenoten zoals Atticus waren belangrijk voor hem. En van Atticus heeft hij ook een biografie geschreven. Hij werd in de oudheid veel geciteerd door latere historici, niet alleen maar als model gebruikt voor biografieën, maar ook als bron voor kennis in natuurwetenschappelijke werken, zoals Plinius, daar wordt hij veel geciteerd, maar ook in moraal-filosofische werken zoals Augustinus. Al die getuigenissen bewijzen dat Nepos een zeer geziene auteur was en dat men dankbaar gebruik maakte van zijn werk. En dat was na de oudheid, zo na de 4e, 5e eeuw, helemaal verdwenen. Want de overlevering is heel erg gebrekkig geweest. Ik denk dat we maar zo'n 5% van zijn werk overgeleverd hebben gekregen. En vanaf de middeleeuwen was hij eigenlijk niet meer bekend. En vanaf het moment dat zijn werken weer teruggevonden werden, 16e, 17e eeuw, was dat onder een andere naam, namelijk Aemilius Probus. Omdat een scribent, degene die dat ooit heeft overgeschreven en uitgegeven, Aemilius Probus heette en die had zijn naam eronder gezet. Dus tot de 19e eeuw heeft men gedacht dat de werken van Nepos aan Aemilius Probus toegeschreven moesten worden. En in veel oudere uitgaven zie je dus ook een dubbele auteurstoeschrijving. Wat verder bijzonder is aan de werken van Nepos, is dat hij veel zelfcommentaren doet. Dus hij zegt veel over de manier waarop hij schrijft. Dus hij schrijft niet alleen maar biografieën, maar zegt ook waarom hij dat doet en richt zich ook tot de lezer. En daar wil ik ook nader op ingaan. En een heel belangrijk kenmerk van antieke biografie, in het bijzonder bij Nepos, is dat het serieel is. Dus hij schrijft een hele reeks biografieën aan elkaar, waarin die verschillende beroepsgroepen van Grieken en Romeinen tegenover elkaar plaatst. Dus wat wij over hebben geleverd hebben gekregen, dat is de excellentibus ducibus exterrarum gentium. Dat betekent over beroemde leiders van buitenlandse volkeren. Dat zijn ongeveer 22 biografieën van Griekse generaals. Maar daartegenover moeten ook nog Romeinse generaals gestaan hebben. En zo deed Nepos dat bij politici, retoren, filosofen en dus generaals. En bij elkaar moeten dat zo'n 16 boeken geweest zijn, dus we hebben maar een heel klein gedeelte over. Serieel dus, maar ook comparatief. Hij vergeleek Grieken en Romeinen, maar hij vergeleek die Grieken en Romeinen ook onderling. En hij ging vooral uit van de virtus van die mensen, de deugd of de moed, de dapperheid, de goede morele eigenschappen. En hoe die generaals in verschillende omstandigheden daarmee omgingen. En daarmee wordt het niet alleen maar vergelijkend, maar ook exemplarisch, omdat het liet zien hoe een generaal in bepaalde omstandigheden moest handelen. En dat was dan weer ook weer een voorbeeld voor jonge Romeinen van zijn tijd. Dus het kan ook nog een educatief element gehad hebben. Serieel, comparatief en exemplarisch, dat zijn dus de kenmerken van antieke biografie, die je later ook ziet in andere auteurs, zoals Plutarchus, die een hele grote reeks biografieën heeft geschreven, die ook voor een heel groot deel overgeleverd zijn. En daarvan zijn ook een heleboel personen beschreven, die ook bij Nepos voorkomen. Ik noem het rijtje even van de biografieën die we over hebben van Plutarchus en van Nepos. Themistocles, Aristides, Cato, Cimon, Alcibiades, Lysander, Pelopidas, Agesilaos, Dion, Timoleon, Cicero, Eumenes en Phocion. En Plutarchus heeft dus niet alleen maar de kunst afgekeken van Nepos, maar hij heeft ook veel feitelijke informatie uit Nepos gehaald. Plutarchus was een latere Griekse auteur en dat betekent dat Nepos dus ook in de Griekse literatuur veel gelezen is en Nepos is ook geciteerd door Plutarchus. Een andere navolger van Nepos is Suetonius, de keizerbiograaf, die de geschiedenis van de eerste eeuw na Christus eigenlijk beschreef aan de hand van de eerste 12 keizers in levens. Dus niet in de chronologie van de gebeurtenissen, maar aan de hand van de achtereenvolgende levens, waarmee die dus eigenlijk op een andere structurering van de geschiedenis kwam.
Suetonius en Plutarchus. En de laatste navolger van Nepos die ik wil vermelden is de anonieme Historia Augusta, een vervolg op Suetonius. En daar is van belang dat de Historia Augusta-auteur, we weten zijn naam niet, niet alleen maar feitelijkheden uit Nepos putte, maar ook de hele structuur nadeed en ook die zelfcommentaren. Dus hij leverde voortdurend commentaar op het werk wat hij deed. En een van de dingen waar tegen hij zich probeert te verdedigen is het idee dat biografie een lichtere vorm van geschiedschrijving zou zijn. Biografie is bijzonder in de oudheid omdat het de geschiedenis vertelt aan de hand van levens. En daarbij is vooral van belang dat niet de grote gebeurtenissen zoals veldslagen en politieke intriges werden verteld. Zoals je dat ziet bij Sallustius of Tacitus of Livius. Maar dat het gaat om juist de kleine karakteristieke karaktereigenschappen van figuren. Plutarchus die merkt daar ook iets over op in zijn biografie tot Alexander de Grote. Vaak zegt één woord of grapje meer over het karakter dan een persoon, van een persoon dan dappere daden of veldslagen waarin duizenden mensen sneuvelen. Zoals schilders in hun portretten het karakter laten zien door details in de gelaatsuitdrukking, wordt het karakter veel meer geschilderd door kleine grapjes en veelzeggende details. En ik denk dat dat het bijzondere is van antieke biografie, waar hopelijk de volgende sprekers ook op in kunnen gaan. De volgende spreker na mij is mijn medevertaler Richard Haassen. En voordat hij het katheder betreedt, zal ik het ontsmetten van de virussen die hier nu welkom. Ik stel me ten doel om hetzelfde nog een keertje anders te zeggen. En dat is een beetje ook wat we met de vertaling gedaan hebben met z'n drieën. Ik wil met een citaat beginnen. Het spijt me. Juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven. Kennisneming van de geschiedenis is vooral daarom nuttig en vruchtbaar, omdat je in een helder overzicht allerlei goed onderbouwde voorbeelden kunt bestuderen. Je kunt eraan ontlenen wat je voor jezelf en de samenleving wenselijk acht, om na te volgen en om te vermijden wat fout begonnen fout afloopt. Deze verklaring over het nut van geschiedenis haal ik uit het voorwoord van Livius. Uit zijn geschiedwerk over Rome, De Apurbe Condita. Dat is waarschijnlijk geschreven omstreeks de vermoedelijke dood van Nepos. Titus Livius' werk geldt algemeen als een aanschouwelijk overzicht, in zijn eigen woorden een illuster monument, en dat van Nepos minder. Nu ogenschijnlijk een voorbeeld om te vermijden, aangedragen door Wikipedia. Nepos, 100 tot 28, was geen geleerd, nog creatief historicus. Vele onjuistheden en zelfs flagrante vergissingen zijn in zijn werk geslopen. Zijn enige bedoeling was een grote lezerskring een aangename vorm van lectuur te bezorgen. Zijn pretentieloze biografieën zijn, afgezien van die van Atticus, van geringe historische waarde. Maar niettemin behoorden zij lange tijd tot de meest gebruikte schoollectuur. Hoewel hier veel feitelijks in staat, Nepos werd op de middelbare school veel gelezen en nu minder, is dit een bijkans vernietigend oordeel. Waarom zou je tijd aan die man besteden? Nepos wijdt twee levens aan Romeinse historiografen. Geschiedschrijvers in die reeksen waar Diederik het over had.
aan zijn vriend Atticus, aan wie hij ook de enig overgeleverde serie levens, namelijk die van buitenlandse generaals, opdraagt. Hij stelt zich daardoor in een traditie. In het andere leven over Cato stelt Nepos dat die Cato, dus die geschiedschrijver, over actuele politieke gebeurtenissen schreef en over politiek gedrag dat bewondering afdwong. In het geval van Cato gold die beschrijving weinig sensationeel politiek gedrag van bewust anoniem gehouden politici. Dus een consul of een volkstribuun. Ongetwijfeld, Atticus, zegt Nepos zelf in zijn voorwoord, zullen veel mensen onderhavige literatuur oppervlakkig vinden. En van mening zijn dat het de rol van grootse mannen onwaardig is wanneer ze mijn relaas lezen over wie de muziekleraar van Epaminondas was, of ik als een van zijn verdiensten noem dat hij leuk kon dansen en aardig fluit speelde. Met onderhavige literatuur wilde Cornelius Nepos inderdaad een grote lezerskring bereiken, die waarschijnlijk gebrekkig of geen Grieks kende. Anders zou ze zijn, zeg maar, Griekse bronnen wel in het origineel geraadpleegd hebben. Juist op dat tussengebied zag Nepos kansen om Griekse culturele verworvenheden te voorzien van een Romeinse blik. Veel van zijn werk is verloren gegaan. Bijvoorbeeld de Chronica, waarin hij als eerste, zegt de beroemde dichter Catullus, de Romeinse geschiedenis in een Griekse wereldkroniek inbedde. Of een geografisch werk, waar ook veel van de fragmenten uitkomen, waarin hij vanuit een Hellenistisch wereldbeeld de sterke uitbreiding van het Romeinse imperium in de late republiek beschreef. Diezelfde originaliteit past Nepos toe op het korte levensverhaal, de Kurzbiografie. Dat hij reekse levensverhalen van intellectuelen en kunstenaars, bijvoorbeeld van filosofen en tragische dichters, publiceerde, dat is op zich niet nieuw. Peripatetici en Hellenistische schrijvers gingen hem voor. Maar dat hij levensverhalen telkens in paren en dan niet op individueel niveau, maar op reeksniveau structureerde, is dat wel. Het was origineel en daarmee zijn verdienste om een reeks Griekse tragediedichters te koppelen aan een reeks Romeinse tragediedichters. En dan is de boodschap natuurlijk dat ze evenveel waard zijn. Van de reeks levens van de Romeinse geschiedschrijvers zijn er als gezegd twee over, van de Griekse geen. Van de reeks Romeinse generaals is er geen enkele over, behalve dat we bij Plutarchus zouden kunnen weten waar het over zou gaan, want die heeft diezelfde Romeinen overgenomen. Maar van die Griekse generaals hebben we alles over. Sterker nog, we hebben er extra toevoegingen bij, namelijk Hamilcar en Hannibal. Dat zijn overtuigend geen Griekse, maar Carthaagse generaals. En die zijn er waarschijnlijk in de tweede editie aan toegevoegd vanwege het doorslaand succes. Een geringe lengte is typerend voor de levens van Nepos in verband met de reeksvorming. Met uitzondering van de levensbeschrijving van Atticus, die wat langer is, zijn het dus geen uitgebreide biografieën waarin de geschiedenis van een tijdsgewricht aan de hand van het leven van een hoofdpersoon wordt verhaald. In bondigheid verschilt die Kurzbiografie dus als genre van de grote geschiedschrijving. Nepos' werk is ook niet encomiastisch. Het is niet alleen maar lofprijzing. Zoals Xenophon's levensbeschrijving van Agesilaos, evenals zijn herinneringen aan Socrates, vooral dient om de beschrevene te prijzen. Citaat van Nepos: Agesilaus, de Spartaan, wordt door vele geschiedschrijvers geprezen. En in het bijzonder door Xenophon, de leerling van Socrates, met wie hij goed bevriend was. Dit citaat lijkt erop te wijzen dat Nepos uit de encomiastiek put, maar zich er ook van distancieert. Nepos wil daarom ook niet, zoals Wikipedia beweert, enkel behagen, delectaren. Hij wil uiteraard doseren,
op dat men uit het specifieke leven, uit het exemplum, iets algemeners opsteekt. Zijn verloren gegaan exempla is ook het oudst bekende werk onder die naam. Deze visie op Naples als vernieuwer is in 1985 prikkelend verwoord door Joseph Geiger in zijn baanbrekende Cornelius, Naples and Ancient Political Biography. Er zijn voorbeelden aan te wijzen van politieke monografie, van politieke autobiografie of van politieke historiografie lang voor Naples. Maar niet van politieke biografie, althans volgens die kijker. En dus zou hij ook in dat opzicht volkomen origineel zijn. Het politieke aspect van zijn genre, vernieuwing, was ook door de omstandigheden ingegeven. Feitelijk, het persoonlijke leven bepaalt je politieke visie, per slotverrekening. Dus parallellen met de Griekse generaalslevens zouden in de levens van Marcus Antonius of Caesar natuurlijk grote politieke implicatie gehad hebben. Zo zouden we ze over hebben. Daarom tot slot een kort citaat uit Naples leven van Agesilaus. Agesilaus maakte al plannen voor een expeditie tegen Perzië en een aanval op de koning zelf, de Perzische koning. Toen hem een boodschap van thuis bereikte, gestuurd door de Ephoren, dat de Atheners en Boeotiërs Sparta de oorlog hadden verklaard. Hij moest daarom onmiddellijk terugkomen. In die situatie bleek zijn plichtsbesef even bewonderenswaardig als zijn bekwaamheid in een oorlogssituatie. Hoewel hij aan het hoofd stond van een zegevierend leger en het volste vertrouwen had in de mogelijkheid het Perzische Rijk te onderwerpen, schikte hij zich zo gehoorzaam naar de bevelen van de ver verwijderde magistraten, alsof hij een eenvoudige burger in de volksvergadering van Sparta was. Hadden onze generaals zijn voorbeeld maar willen volgen. Ik wil maar zeggen, Naples biografieën waren allesbehalve pretentieloos en verstoken van historische waarde. Nu volgt Maite met nog een column. Smetten. Hallo leegzaal, hallo mensen thuis. Mijn naam is Maite Karsenberg, ik ben biograaf, schrijver en mij is gevraagd om een korte column uit te spreken over de biografie vanavond. Dus bij deze. Toen ik deze week in mijn kantoor aan het werk was aan mijn biografie en even de gang opliep om water te halen, hoorde ik vanuit een nabijgelegen kantoor een man praten. Hij voerde een nondescript telefoongesprek, wat ik niet bijster goed kon verstaan. Wat ik in het voorbijgaan wel opving, was hoe hij het gesprek afsloot. Ik hoorde hem zeggen, goed, dan weet ik even genoeg. Ik weet even genoeg. Dat hoor je een biograaf nou zelden zeggen, dacht ik bij mezelf. Biografen willen altijd alles over hun onderwerp weten, het naadje van de kous. Want, zoals Diederik eerder al zei, en zoals we ook bij Naples zien, elke vondst, elke ontdekking kan van belang zijn. Kan net dat veelzeggende detail of die anekdote zijn waarin het karakter van de gebiografeerde perfect tot uiting komt. En dus weten biografen nooit genoeg, tenminste in eerste instantie tijdens een onderzoek. Maar alles willen weten is nog iets anders dan het ook allemaal opschrijven. Een van de grootste valkuilen van de biograaf is om ten onder te gaan aan volledigheidsdrang. Om al het gevondene ook in de biografie te stoppen. Waardoor je biografieën krijgt die mensen liever als bijzettafeltjes gebruiken dan dat ze lezen. Nee, korte biografieën schrijven, dat is pas een kunst. In de woorden van Naples, aantrekkelijk geschreven en met een uitstekende balans tussen overvloed en een gebrek aan informatie. Een goede biograaf, dacht ik bij mezelf, is als een ekster die overal zoekt en alles bekijkt en dan met de mooiste dingen een nest bouwt. Ik trof de volgende omschrijving van de ekster aan op de website van de Vogelbescherming. Ik citeer. Eksters staan erom bekend glimmende voorwerpen als sieraden en zilveren theelepeltjes te stelen en naar het nest te brengen.
Dit gedrag komt voort uit de onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters. Alles dat er anders uitziet, wordt onderzocht en eventueel begraven onder enkele bladeren voor later gebruik. Einde citaat. Dit leest letterlijk als een omschrijving van mijzelf in de hoogste staat van biografisch onderzoek. Gedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid inventariseer ik alles en duik ik overal in en begraaf dingen die van pas kunnen komen voor later. Niet onder bladeren, maar in mapjes op mijn computer. Ik werk momenteel aan de biografie over de vergeten, onterecht vergeten Nederlandse schrijfster en vrijdenkster Geertruida Kaptein Muisken. Ze leefde van 1855 tot 1920. Ze was een generatiegenoot en vriendin van Alette Jacobs en de Tachtigers, betoonde zich in haar artikelen en essays zeer vooruitstrevend en ruimdenkend en leefde een bijzonder interessant leven binnen een internationaal intellectueel netwerk. Ik begon dit project toen ik, bij toeval, mijn eerste zilveren theelepeltje ontdekte in een archief. Het waren 3 dagboeken waarin Kaptein Muisken bijzonder openhartig over haar ambities, haar worstelingen, haar huwelijk, haar beroemde vrienden en haar intellectuele ontwikkeling schrijft. Toen ik die dagboeken ontdekte, wist ik dat ik over haar wilde schrijven. Inmiddels heb ik als ijverige ekster ook 600 brieven gelezen en meerdere archieven uitgeplozen. En meermaals kwam ik tot de conclusie dat je soms de onverzadigbare nieuwsgierigheid die in eerste instantie nodig is om een biografie te schrijven, ook weer een halt toe moet roepen. Zo was ik op een gegeven moment bezig met de vriendschap tussen de jonge Kaptein Muisken en haar hartsvriendin Martha van Vloten, die overigens later een vrij noodlottig huwelijk met Frederik van Ede zou sluiten. Het is dan omstreeks 1875 en de 2 vriendinnen zijn dan begin 20. Ze bespreken in hun brieven allerhande literatuur, roepen uit dat ze nooit willen trouwen en leveren commentaar op elkaars eerste teksten als aspirerende schrijfsters. Ik ontcijferde met veel moeite Martha's geweldige, maar gruwelijk onleesbare brieven en las daarin bijvoorbeeld dat de jonge vrouwen allebei dol waren op Lord Byron. U weet wel, die sexy, getroubleerde en melancholieke schrijver die in de 19e eeuw een wereldwijde vrouwelijke en mannelijke fanbase had. Waarom voelen wij ons in ons schrijven zo aangetrokken tot het Byroniaanse, vragen de vriendinnen zich af in de brieven. Er volgt een discussie over hoe het is om jong te zijn, over een voorliefde voor het poëtische boven het prozaïsche. En voor ik het wist, had ik als biograaf 3 boeken uit de universiteitsbibliotheek gehaald met titels als Byron en het Byronisme in de laat 19e eeuwse Nederlandse letterkunde. Had ik enig idee of deze passage ooit mijn biografie zou halen? Nee. En dus moest ik op dat moment mezelf bij mijn kraag uit die boeken trekken, om deze anekdote even te laten voor wat hij was, totdat ik later in het proces zou beslissen of hij bij de zilveren theelepeltjes hoorde of niet. Een biograaf moet namelijk ook vaak streng zijn, misschien vaker dan hem lief is en vaker dan doorgaans gebeurt, tegen zichzelf zeggen, goed, ik weet even genoeg. En nu ga ik dit ontsmetten. Ik maak er gewoon een ritueel van. En ik geef nu het woord aan Remig Aerts, professor Remig Aerts en mijn collega biograaf. Dankjewel, Maite. Goedenavond. Aanwezigen en niet aanwezigen, virtueel aanwezigen. Als ik de filosoof Bertrand Russell wat zou mogen parafraseren, dan zou je kunnen zeggen dat de hele westerse cultuur eigenlijk niet meer is dan een reeks voetnoten bij de klassieke oudheid. Dat blijkt maar weer als we Cornelius Nepos horen over het historiografische genre dat hij, althans voor de Latijnse wereld, ontwikkelde, de biografie. Het is geen echte grote geschiedschrijving, verontschuldigt hij zich, maar een wat lichtere vorm, onderhoudend, leerzaam, exemplarische vorm van letteren voor een leken publiek. Hoe herkenbaar is dat allemaal? Ook in de 21ste eeuw nog. Want hoe populair de biografie ook inmiddels mag zijn, sinds de laatste 25 jaar, de status van de biografie in de geschiedwetenschap
is nog steeds een zaak van discussie. Met de verwetenschappelijking van de geschiedbeoefening, eerst in de 19e eeuw en vervolgens heel sterk na de Tweede Wereldoorlog, is de biografie als vorm van serieuze geschiedschrijving gemarginaliseerd geraakt. De moderne geschiedwetenschap wilde het verleden immers ordenen en begrijpen in structuren, in processen, in krachten, factoren, ontwikkelingen, conjuncturen, systemen, mentaliteiten en klassen. Waar wetenschappelijke geschiedschrijving nog over mensen ging, betrof het collectieven, zoals klassen, sociale groepen en naties. Dat waren de actoren, de belanghebbenden of de slachtoffers van de geschiedenis. De sociale wetenschappen, waarnaar de geschiedwetenschap zich decennia lang methodologisch richtte, leerden immers dat mensen weinig meer zijn dan een geheel van socialisatieprocessen, collectieve habitus, klassebelang, ideologie of een hegemoniaal paradigma. De biografie kon niets meer zijn dan petite histoire. In een wereldwijd veelgebruikt handboek als van G.M. Roberts, History of the World uit de jaren 90, komen nauwelijks nog individuele personen voor. Napoleon op 3 bladzijden, Hitler 4 keer. De biografie is langs een andere weg teruggekeerd. Het postmodernisme ontmaskerde al die grote verhalen en concepten als illusies en narratieven. Individualisering, gender studies, de bredere maatschappelijke gevoeligheid voor human interest brachten de belangstelling voor het persoonlijke terug. Ook in de geschiedwetenschap, in de zogeheten microgeschiedenis van, denk u aan Natalie Zeman Davis, aan Carlo Ginzburg, aan Emmanuel Leroy Ladurie, dat werk over vreemde, uitzonderlijke individuen en hun lotgevallen en de getuigenissen van gewone mensen uit de middeleeuwen of de vroegmoderne tijd. En toch gaat het ook in deze microgeschiedenis eigenlijk niet om het individu als zodanig. Via de omweg als methode beoogde deze microgeschiedenis nou juist via afwijkende, bijzondere personen het normale, het typische, de diepe mentale structuren van het verleden bloot te leggen. Op deze manier maken historici ook eigenlijk al langer gebruik van de biografie, niet alleen via afwijkende personen. Zeker voor oudere perioden wordt wel vaak een wat minder bekende historische persoon, een arts of een minder bekende geleerde of kunstenaar gebruikt, als het ware met contextuele informatie aangekleed, als een model of als een expressief voorbeeld van een groter geheel, zoals een beroep, een beroepscategorie, een periode of een cultuur in het verleden. Het idee eigenlijk hierin van de druppel die het universum weerspiegelt. Het vroegere verwijt dat de biografie kleine geschiedenis is, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om grote onderwerpen en processen, et cetera, is in de praktijk ook eigenlijk onhoudbaar geworden. Door de verregaande specialisatie publiceren de meeste historici tegenwoordig toch ook voornamelijk artikelen in tijdschriften over detailonderwerpen. En weinig historici schrijven nog echt grote geschiedenis. Er zijn bovendien biografische vormen bijgekomen die moeiteloos passen binnen de gewone vakwetenschap. Denkt u aan een nieuw genre als de metabiografie. Die metabiografie gaat niet zozeer over een historisch leven zelf, als wel over het nachtleven. De receptie en beeldvorming van de persoon door de tijd heen en dus vooral na diens leven. Het is receptiegeschiedenis die laat zien wie en welke groepen zich zo'n persoon hebben toegeëigend en hoe dat eigenlijk gaat. Welke functie krijgt zo'n persoon in achtereenvolgende perioden in de overlevering, in cultuur en politiek? Denk aan Alexander de Grote, aan Romeinse keizers, aan Jezus, aan Napoleon, maar ook, in mijn geval, aan Thorbecke, zoals ik heb laten zien in de biografie. Het gebruik dat er van hun leven en hun vermeende erfenis is gemaakt, is op zichzelf wezenlijke cultuurgeschiedenis of politieke geschiedenis. Interessant is dat die metabiografie ook laat zien hoe over de tijd heen het genre van de biografie zelf verandert in de loop van de biografieën, biografische studies die er over zo'n persoon geschreven zijn. Van de aangeklede lofrede in het begin en de vroege heroïsering naar uiteindelijk kritische distantie en van nadruk op de grote daden naar belangstelling voor het intieme en persoonlijke. Het is dus ook historiografie van het biografische genre zelf en zijn conventies. Maar belangrijker nog is dat de hedendaagse geschiedwetenschap meer oog heeft gekregen voor agency.
En inderdaad, natuurlijk doen personen ertoe. In het verleden, waarin monarchen het centrum van macht en bestuur vormden, waren zij wezenlijk veroorzakende factoren in de geschiedenis. Grote schrijvers, componisten, schilders hebben artistieke genres en conventies veranderd. Het werk van sommige filosofen vormde de basis van alle ideologische systemen en wereldbeschouwingen. Wetenschappelijke en technische vindingen van individuen hebben een ingrijpende invloed op ons dagelijks leven en de economie gehad. Politieke leidersfiguren brengen zaken tot stand, wijzigen de hele politieke cultuur en bepalen door hun doorzettingsmacht, hun roekeloosheid, hun grootheidswaan en door hun falen het lot van miljoenen tijdgenoten. Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, maar denk ook aan Mugabe, aan Lukashenko nu. Hun pathologische machtsbehoefte, narcisme en paranoïde wantrouwen is absoluut relevant. Hun biografie, de analyse van hun vorming, hun persoon, hun persoonlijkheid in relatie tot hun handelen, is wezenlijke geschiedschrijving. Zonder hun optreden was het verloop van de geschiedenis anders geweest. Luther verklaart niet als zodanig de hervorming, maar fungeerde als katalysator in een breder proces. En dat is wat goede wetenschappelijke biografie doet. De persoon vormt als het ware een toegang tot een groter stuk geschiedenis. Zo'n biografie geeft toegang tot de cultuur, de wetenschap, de politiek van een halve eeuw of meer, vanuit het perspectief en de bijdrage van die persoon daaraan. Maar wat willen we tegenwoordig in de biografie zien? Ten eerste is het van belang dat grootheid, roem en macht helemaal geen voorwaarden meer zijn. De biografie is gedemocratiseerd. De huidige cultuur is, misschien wel vooral, geïnteresseerd in andere dan grote mannen om te beginnen. In vrouwenlevens, in gewone mensen, in kleurrijke, curieuze, afwijkende of gemarginaliseerde personen. Historici en biografen, ik heb dat bij andere gelegenheden ook wel eens verteld, zijn een soort postume mensenrechtenadvocaten. Ze willen recht doen aan vergeten mensen en groepen. Ze willen eerherstel geven aan personen die uit beeld geraakt zijn, ten onrechte of terecht. Ze willen een monumentje oprichten voor degenen die tijdens hun leven en daarna zonder beloning zijn gebleven. De hedendaagse biografie gaat vaak over de kleine personages in de geschiedenis. Mannen en vrouwen die bijzonder waren of die juist over de tijd heen herkenbaar zijn gebleven als mens in hun emoties, in hun relaties, in hun tragiek. Niet het exemplarische van Nepos, van de antieke biografie, maar het unieke of gewone. Sinds de oudheid heeft het biografisch in het algemeen gediend ter verklaring van het grote publieke handelen, de prestaties of demonische misdadigheid. In de huidige democratische, geïndividualiseerde en ook gepsychologiseerde samenleving stelt de biografie veel meer belang in het intieme, de emotie, de psychologische analyse, seksualiteit, relaties. Dat geldt nu als het echt menselijke en als rechtvaardiging voor de biografie als zodanig. 50 jaar geleden zouden deze aspecten irrelevant, gênant, schandaleus of vernederend zijn gevonden. Nu kan een serieuze biografie het niet meer zonder ruime aandacht voor dit soort aspecten van het leven. Ik kom tot mijn afronding, dames en heren. Ik heb in mijn recente biografie van Thorbecke, en ik zou wel zeggen, lees dat boek, vierde druk, genomineerd voor de Biografieprijs 2020. Ik heb die biografie eens gemeten aan de categorieën van Nepos, die hij zelf hanteert. In een goede biografie, zegt Nepos, het afkomst, opleiding, karakter, talenten en de prestaties of daden. Thorbecke was trouwens zelf als klassicus gepromoveerd op een biografie, namelijk van de Romeinse mecenas en politicus Asinius Pollio. En inderdaad, in mijn biografie zitten die criteria van Nepos allemaal wel. Ook trouwens de treffende anekdote over Thorbecke's legendarische bazigheid bijvoorbeeld. Als hij op het landgoed van zijn adellijke vriend Schimmelpannik van der Ooijen logeert en de vrouw des huizes wil met de koets uitgaan, zegt de gast: dat zal niet gaan, mevrouw, want ik heb er al over beschikt. Ik heb, als ik de lezers en recensenten mag geloven, Thorbecke menselijk, heel menselijk gemaakt. Met zijn moeilijke karakter, zijn eigenaardige psychologie, zijn messianistische gedrevenheid en zijn ontroerende liefde voor zijn jonge vrouw, Adelheid. Doet dat afbreuk aan zijn historische rol? Zijn grootheid, zoals iemand wel heeft opgemerkt? Ik geloof het niet.
juist de persoonlijkheid verklaart waarom hij een kwart eeuw lang de Nederlandse politiek kon domineren en waarom hij als politiek vormgever heeft kunnen optreden. Het belangrijkste criterium namelijk voor een goede biografie is een visie, een overtuigende interpretatie van het onderwerp. Niet volledigheid, maar interpretatie. Een biografie is geen levensbeschrijving, maar het is een levensinterpretatie. En dat is het criterium voor alle goede geschiedschrijving. Dank u wel. En ik geef nu graag het woord aan Jaap Cohen voor een poging om te laten zien hoe een goede biograaf nu te werk gaat. Jaap, je hebt het woord. Dank, Remig. Goedenavond. In het boek dat vandaag centraal staat, komt de volgende zin voor. Wanneer ik een beeld van het leven en de levenswijze van Epaminondas oproep, wil ik niets achterwege laten wat die kan verklaren. Deze woorden schreef Cornelius Nepos in de inleiding van zijn levensbeschrijving van de militaire leider Epaminondas. Het is een ambitieuze zin en eentje die voor de biograaf vragen oproept. Is het bij het schrijven van een goede biografie inderdaad noodzakelijk om alles wat iemands leven en levenswijze kan verklaren op papier te zetten? En moet je bij het schrijven van een goede biografie überhaupt wel de ambitie hebben om alles over iemands leven te weten te komen? Als biograaf ben je automatisch met dit soort vragen bezig. Maar de afgelopen maanden dacht ik hier extra over na. Omdat ik sinds een half jaar aan het lezen ben in een boek dat wat mij betreft met kop en schouders uittorent boven alle andere biografieën die ik ooit heb gelezen. Het kan zich zelfs moeiteloos meten met de meest indrukwekkende boeken die ik ooit las. Ik moet dan ook zeggen dat alleen al het lezen van deze biografie mijn denken over de biografie als genre heeft verdiept en op een belangrijk punt zelfs heeft veranderd. En ik vertel u vandaag graag waarom dat zo is. Nu zult u denken, als hij het nou zo'n geweldig boek vindt, waarom heeft hij het na een half jaar dan nog steeds niet uitgelezen? Dat kan ik u vertellen, de biografie is nog steeds niet afgeschreven. Ik heb het namelijk over de biografie van Lyndon Johnson, geschreven door Robert A. Caro. Waarschijnlijk is deze bij een behoorlijk aantal van u als geïnteresseerde in het genre van de politieke biografie bekend. Toch wil ik hier graag kort over de opzet van deze bijzondere biografie uitweiden. Robert Caro begon met dit project in 1974, vlak na de voltooiing van zijn monumentale biografie van Robert Moses. En een jaar nadat Johnson op 64-jarige leeftijd was overleden aan een hartaanval. Omdat Johnson relatief jong was toen hij overleed, kon Caro weliswaar zijn hoofdpersoon zelf niet meer spreken, maar wel zo'n beetje iedereen uit zijn omgeving. Een omstandigheid die ik als biograaf van Theo van Gogh herken. Om gevoel te krijgen voor de wereld waarin Johnson opgroeide, besloot Caro, een geboren New Yorker met een dik Bernie Sanders-achtig accent, voor 3 jaar te verhuizen naar de Hill Country in Texas, de afgelegen plattelandsregio waar Johnson vandaan kwam. Caro wilde weten hoe het er daar uitzag, hoe het er rook, hoe het leven er was. En hoe Johnson voortleefde in de herinnering van de mensen die met hem waren opgegroeid en met hem naar college waren gegaan. Nu stonden de mensen uit de Hill Country niet te springen om leeg te lopen tegenover een biograaf uit de grote stad. Als ze al met hem wilden spreken, dan vertelden ze hem alleen maar de geëikte hoera-verhalen die ze altijd vertelden en die ook al waren opgenomen in eerdere biografieën van Johnson. Maar Caro nam daar geen genoegen mee. En juist omdat hij de moeite had genomen om in de Hill Country te gaan wonen en om te proberen om het leven daar echt te doorgronden, won hij stukje bij beetje het vertrouwen van de Texanen. Hij hield vele interviewsessies met hen, waarbij hij soms speciale interviewtechnieken gebruikte. Johnsons broer nam hij bijvoorbeeld mee naar de keuken van het herbouwde ouderlijk huis om hem te laten herbeleven hoe de discussies aan de eettafel van het gezin Johnson verliepen. En na lang aandringen kwamen zo ook de minder fraaie kanten van de jonge Johnson naar boven. Uiteindelijk publiceerde Caro in 1982, 8 jaar na aanvang van het onderzoek, het eerste 912 pagina's tellende deel van zijn biografie, The Path to Power. In een vloeiende, verhalende stijl vertelde Caro hierin het verhaal van Johnsons jeugd, zijn verkiezing tot congreslid op 29-jarige leeftijd en zijn dramatische, uiteindelijk niet succesvolle campagne voor een senaatszetel 4 jaar later.
Waarom zou nou iemand een boek van 912 dikbedrukte pagina's gaan lezen over de eerste 33 jaar in het leven van een voormalig Amerikaanse president die op het oog veel minder aansprekend is dan tijdgenoten als JFK of Richard Nixon? Voor mijzelf geldt dat ik me heb laten overhalen door een vriend van mij die me met een mij nog onbekende, bijna bezeten zendingsdrang in zijn ogen overtuigde dat ik er geen spijt van zou krijgen. En ik moet zeggen, hij heeft gelijk gekregen. Ik was helemaal omvergeblazen door dat geweldige eerste deel. Ik besefte dat het Caro niet alleen was gelukt om door te dringen tot de wereld van de Hill Country in de jaren 20 en de politieke kringen van Washington DC in de jaren 30, maar ook om door te dringen tot de psyche van Johnson en te ontrafelen waar Johnsons tomeloze ambitie en machtshonger, want dat was het, vandaan kwam. In 1990, 8 jaar na deel 1, publiceerde Caro het vervolgdeel, Means of Ascent, over Johnsons periode als congreslid. Zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, ervaringen die hij later tot in het belachelijke toe zou opkloppen, en zijn baanbrekende campagne voor senator in 1948. Die campagne was uiteindelijk wel succesvol, maar hij moest er wel hele kiesdistricten aan de Mexicaanse grens voor omkopen, zoals Caro overtuigend bewees. Dit deel besloeg slechts 560 pagina's, maar het ging dan ook maar over 7 jaar van Johnsons leven. En weer had ik geen pagina willen missen. 12 jaar na deel 2 kwam in 2002 het derde deel van de biografie uit, Master of the Senate. 1167 pagina's over Johnsons 12-jarige periode als senator. Een periode waarin hij vrijwel eigenhandig en op geniale wijze het karakter en de werking van de Amerikaanse Senaat transformeerde tot een machtsmachine ten bate van zichzelf. Afgelopen zomer heb ik het boek, zoals u hier misschien op de camera kunt zien, letterlijk en figuurlijk verslonden. Ik kan dan ook niet wachten om te beginnen aan deel 4, The Passage of Power, dat Caro in 2014 publiceerde en afgelopen week bij mij in de brievenbus werd bezorgd. 712 pagina's dit keer over Johnsons periode als vicepresident, de moord op Kennedy en zijn eerste maanden als president. En ik weet nu al zeker dat ik na het lezen van dat boek met smart zal wachten op het vijfde en laatste deel van de biografie dat de inmiddels bijna 85-jarige Robert Caro nog druk aan het schrijven is. Het schijnt dat hij nog een research trip naar Vietnam wil maken voordat hij zijn biografie, waaraan hij dus inmiddels 46 jaar schrijft, kan afronden. Zoals ik al zei, heeft de bijzondere ervaring van het lezen van de Johnson-biografie mijn kijk op het genre van de biografie verdiept en op een belangrijk punt ook veranderd. Om met dat laatste te beginnen, ik was er altijd van mening dat een goede biografie eigenlijk niet meer dan 450 of vooruit 500 pagina's zou moeten beslaan. En oké, misschien nog iets meer als het gaat om een groot staatsman, als bijvoorbeeld Thorbecke. Maar in het algemeen was ik, net zoals Maite hoor ik net, van mening dat bij een dikke biografie van meer dan 500 pagina's de auteur zijn keuzes niet scherp genoeg had gemaakt. Door het lezen van Robert Caro's biografie van Johnson ben ik volledig op die mening teruggekomen. Als er iemand is die keuzes maakt, is het Caro. Hij schrijft met een vaste hand, laat zich niet leiden door de bronnen, maar hij staat erboven. En hij vertelt een verhaal zonder ook maar op enig moment zijn richting te verliezen. De verbijsterende hoeveelheid details en anekdotes zijn allemaal functioneel. Ze hebben allemaal als doel om een bepaald onderdeel van Johnsons persoonlijkheid of manier van werken bloot te leggen. En daarmee inzicht te krijgen in het verschijnsel macht. Want dat is het absolute hoofdthema van deze biografie, de werking van macht. Op geen moment trapt Caro dus in de val om zich te verliezen in een en toen verhaal. Hij kan bijvoorbeeld hele politieke debatten waar Johnson ongetwijfeld lange tijd intensief bij betrokken was, overslaan. Om vervolgens uit te pakken met 200 pagina's over één enkel debat dat cruciaal is om Johnson als machtspoliticus beter te begrijpen. Voor mijzelf is deze werkwijze heel verhelderend. Zo ligt het voor mijn biografie van Theo van Gogh, die ik nu aan het schrijven ben, erg voor de hand om elke film uit zijn oeuvre uitgebreid te behandelen. Aan elk productieproces zitten immers fantastische verhalen vast en Van Gogh zag zichzelf primair als een filmmaker. Maar mede door Caro ben ik gaan beseffen dat dit een valkuil is. Het is veel interessanter om het wordingsproces en de receptie van enkele exemplarische of karakteristieke films uit Van Gogh's oeuvre uit te kiezen en daar dan vervolgens ook volledig op in te zetten met een veelheid aan details waardoor het verhaal voor de lezer ook echt gaat leven.
Dat brengt me op een volgend punt. Hoe ver mag je gaan bij het invullen van details om een verhaal of scène levendiger te maken? Ik heb zelf eerder met die vraag geworsteld. In de inleiding van mijn boek over Elie d'Oliveira en zijn familie beschrijf ik hoe Elie in het voorjaar van 1942 elke ochtend zijn vrouw gedag kuste, de deur van zijn woning aan de Delaressestraat dichtsloeg en na een half uur lopen aankwam bij het toenmalige stadsarchief aan de Amsteldijk om daar de hele dag stamboomonderzoek uit te voeren in een speciale ruimte voor Joden. Ironisch genoeg de Sterrenwacht genaamd, omdat Joden toen al een gele ster moesten dragen. Dit stamboomonderzoek zou van levensreddend belang kunnen zijn als Elie tenminste kon aantonen dat hij niet-Joodse voorouders had. Ik kon de beschrijving van Elie's dagelijkse wandeling maken omdat ik uit bronnen wist dat de Sterrenwacht bestond. Dat hij in het voorjaar van 1942 vol zat met Joden. Dat Elie d'Oliveira stapels stamboomonderzoek had nagelaten. Dat hij in de Delaressestraat woonde. Enzovoort. Wat ik natuurlijk niet helemaal zeker wist, was of Elie inderdaad zijn vrouw kuste bij het verlaten van zijn huis. Zeker nu ik Carol heb gelezen, zou ik die hele beginscène opnieuw precies zo schrijven. Maar met één aanpassing. Ik zou de kus aan zijn vrouw niet meer opnemen. Ik weet weliswaar dat Elie een goed huwelijk had met zijn tweede vrouw, maar ik weet niet welke omgangsvormen zij met elkaar hadden. En Carol heeft mij met zijn werk overtuigd dat het prachtig is om een biografie verhalend te schrijven, maar dat alle verhaalelementen die je gebruikt wel gebaseerd moeten zijn op bronnen. En als je dus zo realistisch mogelijk een scène wil schrijven, zit er niets anders op dan zoveel mogelijk bronnen te verzamelen die de scène met details kunnen inkleuren. Turn every page, zoals Caro zegt. En niets voor niets interviewde die alleen al voor het derde deel van zijn biografie liefst 263 mensen, de meeste van hen meerdere malen. In die zin zou je hem de Cornelius Nepos van de 21ste eeuw kunnen noemen. Hij laat in zijn onderzoek niets, maar dan ook niets achterwege wat het leven en de levenswijze van zijn hoofdpersoon kan verklaren. Maar dat betekent niet dat hij alle informatie die hij heeft verzameld per se opschrijft. Ook al beslaat zijn Johnson biografie inmiddels meer dan 3000 pagina's. Dames en heren, ik ga afsluiten. En het zal u inmiddels niet verbazen dat ik dat ga doen door u met een licht bezeten blik in de ogen op te roepen om, nadat u Macht en Moraal van Cornelius Nepos heeft gelezen, te beginnen aan The Years of Lyndon Johnson van Robert Caro. Ja, het is waar, u zal er enige tijd voor moeten uittrekken, maar ik kan u verzekeren, u zult er geen spijt van krijgen. Hartelijk dank aan alle vier de sprekers voor deze mooie bijdrage. En ik vind het eigenlijk wel geslaagd hoe we begonnen zijn met Nepos en zijn, nou, Diederik noemde het net, uitgebreide encyclopedische lemma's die hij in Macht en Moraal, die daarin te lezen zijn. En dat we eindigen met de biografie van Lyndon Johnson. Honderden pagina's achter elkaar. En het zijn allebei politieke biografieën. We hebben hier een avond over de politieke biografie. En dat brengt me wel op de vraag, wat is nu precies de politieke biografie? Hebben we daar, is dat iets anders dan een biografie over een politicus? Dat is een heel goede vraag. Ja, ik denk dat Jaap het net heeft aangetoond dat als je een politicus gaat beschrijven, dan moet je toch een soort centraal thema hebben. En dat is in het geval van Lyndon B. Johnson dan macht. En dat zie je bij Cornelius Nepos ook. Daar is het niet zozeer macht als wel virtus. Dus dat is ook een eigenschap waarover politici moeten beschikken. Dus er zit altijd een soort leitmotief op de achtergrond wat zo'n biograaf volgt. Wat ik ook heel mooi vond in het verhaal van Jaap is dat je ook vaak fictie, beredeneerde fictie nodig hebt om het verhaal compleet te maken. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik las inderdaad in het boek over d'Oliveira die wandeling naar het stadsarchief aan de Amstel. En dat het een wandeling is, is ook door jou beredeneerd, denk ik, omdat Joden niet in de tram mochten. Hè? Dat noem je dus ook. Dus door allerlei realia moet je een verhaal maken dat een beeld oproept. En bij politici is dat voornamelijk het beeld van macht en bij Nepos virtus. Iemand anders nog? Ja, heel terecht. Je vraagt, is een politieke biografie een biografie van een politicus?
Nee, wat heel duidelijk wordt, het is een biografie van macht. Of van politiek eigenlijk, hè, daar gaat het om. Dus je hebt eigenlijk toch, je vertelt een verhaal over hoe politiek functioneert. En daarin is de persoon de dragende karakter. Maar ik denk dat we wel over eens kunnen zijn. Elke goede biografie, politieke biografie, heeft zo'n onderliggend of inliggend, inherent thema. Als het geen thema, interpretatie, visie heeft, dan verbrokkelt het in een geheel van gegevens. Als je een visie hebt, zoals Carroll in zijn Book of Johnson, dan kan dat zelfs 3000 bladzijden dragend zijn. Terwijl anders, we hebben ook biografieën, ik zal nou geen titels noemen die minder geslaagd zijn, maar die ook 1000 pagina's per deel zijn. Maar daar lees je van dag tot dag wat de persoon zo ongeveer deed. En dat is, dat blijft 1000 pagina's anekdotiek. Dat is precies wat de auteur van de Historia Augusta ook zegt. Hè? Dus dat je niet van een politicus wil weten wat hij van dag tot dag doet. Dat is niet interessant. En daar moet je dus inderdaad de extra spelen om de betekenisvolle details eruit te halen. Ja, ja, inderdaad. En als we dan het hebben over de fictie in de biografie. Napels staat bekend als niet altijd even historisch accuraat. Doet dat iets af aan zijn werk? Ja, ik zou heel graag op jouw punt ingaan en op wat er net gezegd is. Oh ja, zeker. Oké, dus kijk, ik ben een kind van de jaren 70. En mij is toen als een mantra meegegeven dat het persoonlijke politiek is. Ja, ik voelde me net al improviseren op dat punt. Maar zo moet je Napels ook bekijken. Dus jouw persoonlijke karakter voorspelt jouw politiek handelen. Althans, in zijn optiek. Ik weet niet of dat antwoord is op enige vraag, maar het is wel wat ik wil zeggen. En ging dat dan in de oudheid heel anders dan tegenwoordig? Hoe persoonlijkheid werkte in zo'n biografie? Dat is dus wat Napels wel vindt. Want ja. Er zijn voorbeelden, zoals zo'n Cato, die gaat wel in op voortreffelijk handelen, op virtus, op je persoonlijke eigenschappen vervolmaken of zo. En die vervolgens voor de gemeenschap inzetten, maar die weigert juist dat politieke of dat persoonlijke aspect. Die zegt, het past bij een generaal om zo te handelen, of het past bij een volksvertegenwoordiger om zo te handelen. En dat werkt gewoon niet. Ministers trouwen, et cetera. Ja, ja. Oké. Even kijken, Riemig, om nog even terug te komen op Thorbecke. Je vertelde al dat je daarvoor veel persoonlijke details ook in die biografie heeft opgenomen. En wat waren de afwegingen uiteindelijk om bepaalde dingen wel of niet uit te lichten? Zoals bijvoorbeeld dat Thorbecke leed aan obstipatie en zijn hele familie ook. Ja, dat kunnen relevante details. Kijk, als ik het een volkomen losliggend detail vond, zou ik het niet opgenomen hebben. Maar wel, als je je realiseert in wat voor soort spanningen zo'n persoon eigenlijk leeft. En in die psychologie van Thorbecke, waarin een hele strikte scheiding is tussen het private en het publieke. Daar toont zich een persoonlijkheid die heel erg veel, laten we zeggen, binnen moet houden. Die heel erg een gesloten, gedrongen leven leidt. En kijk, daarbij kun je je zo'n soort fysieke malheur, kan je je al iets bij voorstellen. Nou, vond ik niet dat je zo ver moet gaan dat je daar in Freudiaanse of andere psychologie een soort ziektebeeld van maakt, dat alles verklaart, dat niet. Maar dit kunnen relevante details zijn om de eigenaardigheid van een persoon en de situatie waarin hij moet leven, om die goed te begrijpen. Ja. Ja. Iemand anders daar nog op reageren? Of zijn we het roerend met Remig eens? Ja, ik vond dat inderdaad een detail dat mij trof. Dat komt ook uit de familiearchieven waarschijnlijk, waar je gebruik van hebt gemaakt.
En uit de brieven, hè, ja. Hij ging kuren om van die problemen verlost te worden. En het is ook, op zichzelf is er wel onderzoek gedaan naar hoeveel er eigenlijk in de 19e eeuw geschreven werd over fysieke, persoonlijke aandoeningen, over medisch malheur, over het lichamelijke. Dit zijn wat dat betreft ook weer interessante details, dat iemand in een briefwisseling daar gewoon openlijk over schrijft. Ja. En als hij het dan helemaal gehad had in Den Haag, of hij was minister af, dan ging hij altijd naar Enschede om tot rust te komen. Ja. Van Heek. Ver weg. Ook een mooi detail. Dan nog even naar jou, Jaap. Ik wil toch nog even hebben over het boek dat hier ook op tafel staat, over de familie de Oliveira. Dat is een biografie over meerdere generaties. En we hebben van Diederik gehoord en van Richard dat Naples natuurlijk een seriële biografie schreef. Een hele reeks mensen die daar werd geportretteerd. En misschien lijkt ergens in de verte wel een beetje wat jij hebt gedaan daarop. In de zin dat het ook meerdere mensen zijn die naast elkaar zijn geportretteerd. En dat, volgens mij gebeurt dat tegenwoordig niet zo vaak meer. Of zit ik er helemaal naast? Nou, de familiegeschiedenis is wel een populair genre natuurlijk. Ja. En het is... Oh, sorry. De familiegeschiedenis is natuurlijk wel een populair genre. En het is zo dat ik ze inderdaad naast elkaar heb geportretteerd. Maar ze zijn natuurlijk niet, we staan niet naast elkaar in de tijd. Dus het zijn verschillende generaties. En dat heb ik inderdaad wel gedaan, ook om ze met elkaar te kunnen vergelijken. Om te kunnen zien van mensen die eigenlijk uit dezelfde bevolkingsgroep, het Portugese Joden in dit geval, daartoe behoren. Of er nou ook verschil in de tijd is met hoe zij zich bijvoorbeeld religieus engageren. Of hoe zij, waar ze wonen, wat voor een soort werk zij hadden. En dan zie je dus dat je aan de hand van die verschillende personen kun je grotere lijnen trekken. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat ze in de 19e eeuw opeens veel minder naar de synagoge gingen. En ook veel minder betaalden aan de liefdadigheid bijvoorbeeld. En dat zijn dus wel grotere trends die je daarmee kan beschrijven. Door in te zoomen, heel erg in te zoomen op die verschillende personen. Probeert te vinden. Het zijn allemaal onbekende mensen. Dus er zijn natuurlijk veel minder bronnen voorhanden dan bijvoorbeeld bij een Thorbecke of andere bekende figuren. Maar dan ga je dus alle flarden opzoeken en die onderzoeken en kijken van wat zeggen die nou over die levens. En wat zeggen die levens ook weer over die grotere bevolkingsgroepen. Dus in die zin zijn ze exemplarisch. En zie je jezelf daarmee in een soort, ergens in de verte, in een traditie van Naples staan? Of staat dat er? Ik heb het idee dat ook Naples vaak ook weer dus verschillende militaire leiders met elkaar vergeleek. Die ook uit dezelfde... Nou, die zijn natuurlijk ook wel in verschillende periodes van de geschiedenis. Misschien... Maar om mezelf in de traditie van Naples te plaatsen... Nee, ik doe meer op echt het seriële. Misschien wil Diederik of Richard daar nog iets over kwijt. Nou ja, wat betreft het exemplarische. Jij noemde dat de biografie niet zozeer meer exemplarisch was als voorbeeld voor gedrag. Maar op een andere manier kwam het toch wel weer terug als voorbeeld voor een tijdsbeeld. Hè? Dus het leven van één persoon kan heel veel vertellen over het grotere geheel van de tijd waarin de persoon leefde. Ik denk dat dat in die zin exemplarisch is als geschiedschrijving. Dat op die manier het exemplarische toch wel een rol speelt in de moderne geschiedschrijving, biografie. En is dat nog... het is niet... Je ziet het nog wel, ja. Het komt op een andere manier terug. Op een andere manier. Hetzelfde. Naples, die beschrijft wel zoiets. Hij beschrijft namelijk twee Thebaanse vriendengeneraals. En die biografieën die lopen eigenlijk ook in elkaar over. Dus dat stukje zou ik ook niet per se serieel noemen, maar... Epaminondas en Pelopidas. Precies. Ja. Ja, en er zijn meer paren natuurlijk. Precies. Ja, precies. Ja, maar hier is het heel sterk. Omdat je gewoon de informatie van het ene leven niet kunt begrijpen zonder dat voorafgaande. Nee, precies.
Nou, zo hebben we hetzelfde toch weer op een andere manier. En nou, ik denk dat het toch heel mooi is hoe we dat genre enorm in een groter kader hebben kunnen plaatsen. En in de korte tijd die we hadden even enorm hebben kunnen uitzoomen. En wij moeten helaas alweer afsluiten. Dus ik wil de sprekers hartelijk danken voor hun mooie bijdrage en in de discussie en in hun praatjes. En ik wil ook de kijkers thuis hartelijk danken. En iedereen hier in de zaal en Maite voor haar mooie column. En dan wens ik u allemaal nog een mooie avond.